en een vrouw. Ik noem haar altijd Roos. Zo heet ze niet echt, maar zo noem ik haar. En ze is geboren in de Tweede Wereldoorlog. Ze is al bijna 80 jaar. En ze vertelde over haar geboorte. Eigenlijk waren haar vader, Ferdinand, en haar moeder, Isabel, heel verliefd op elkaar. En papa, die woonde al in Veghel en die was fotograaf. En mama werd verliefd op papa. En omdat het oorlog werd, trouwden ze met elkaar. En mama werd meteen zwanger. Roos kwam eraan. En ze maakte een prachtige wieg voor de nieuwe baby. En als je goed kijkt, zie je daar nog de bruidsjapon van mama in verwerkt. Prachtig. En Roos werd geboren. En het was een prachtige baby. Een wolk van een kind. En elke avond werd ze in de wieg gelegd. Maar ja, het was oorlog. En de geallieerden waren in opmars. En ze bombardeerden het vliegveld bij Volkel en de fabrieken bij Philips in Eindhoven. En dan moest iedereen in de schuilkelder. Papa, mama, de buur en baby Roos. En dan legden ze baby Roos in een aardappelkistje. Weet je, zo'n vierkant kistje. En dan kon ze lekker verder doorslapen. En het kistje, die deden ze dan op de plank in de kelder. Tussen alle wekflessen. Voor die glazen potten. En als er ergens een bom insloeg, dan rinkel, rinkel, rinkel. Gingen al die potten rinkelen. En daartussen lag de baby te slapen. Op een dag, toen zijn ze uit de kelder gekomen. Naar boven. En het was een puinhoop. Het hele huis was rommel. Wat was er gebeurd? Een blindganger. Een bom die niet was afgegaan. Die was dwars door het huis gekomen. Dwars door het dak. Dwars door de vloer. En ze was blijven steken in de wieg. In de wieg van Roos. En hij zat helemaal vast. De Duitsers zijn gekomen. En hebben de bom en de wieg meegenomen. En kleine baby Roos, die moest nog heel lang in het aardappelkistje slapen. Tot op een zondagmorgen. Aan de voordeur. Er wordt geklopt. Papa doet open en hij ziet voor de deur 3 jonge Duitse soldaten. Ze hebben het wiegje bij zich. Ze hebben het gemaakt, zo goed als het kwaad als het kon. En ze geven het terug aan papa. En zo zie je maar, zo kan het ook gaan gebeuren. En baby Roos werd een prachtig meisje. Een prachtige vrouw. En uiteindelijk een prachtige bloem. Roos. Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig.